We zijn weer op de KLM open, net zoals afgelopen jaar. We zijn erg verguld om hier te zijn, onze klanten hier te ontvangen op dit mooie event. Afgelopen jaar hadden we, net zoals we ook dit jaar weer gedaan hebben, een applicatie gemaakt om de user experience, de gebruikerservaring, voor onze klanten te vergroten. En ook voor de bezoekers van dit event. Het leuke van dit jaar is dat we het helemaal hebben gecentreerd rondom die gebruikerservaring. En we hebben dat slechts in 7 weken weten te maken. So we started off 2 months ago using IBM design thinking to figure out what we could do with the old app from last year and how we could make it a lot better for the golf fans this year. And we did it together in close collaboration with a bunch of golf fans to make sure that the user experience is tailored for the golf fans visiting KLM Open. And we can already see a big difference in how people perceive the app, because we have a higher rate of downloads and also the users' interactions increased a lot. So that's really great to hear. The steps we took from idea to release, we did together in a cross-functional team with designers and developers. It was an iterative process. So for each functionality, we decided to first paper prototype, then make user testing. And then we had digital prototypes, interactive prototypes, always keeping the end users in the loop. We had a few sponsor users. And for each function, when that was done, we released it to the development team and they started developing. Dit jaar zijn we gaan verder ontwikkelen met het team van IBM en samen met het KLM Open. En we zijn gaan kijken hoe we nog meer een interactie met het publiek konden gaan creëren. En dat hebben we gedaan met een game. Waar je kon voorspellen wie er het dichtst bij de pin kon slaan. En dat is gelukt en we zijn nu aan het kijken hoe dat aanslaat. En we merken dat mensen dat gaan gebruiken en op die manier meer betrokken worden bij het spel. We hebben het spel wat in de app zit, Hole 14, hebben wij zo laagdrempelig mogelijk gehouden, zodat het voor iedereen toegankelijk is. En ja, zelfs iemand die helemaal niet met games gewend is, die kan zo de ene speler in de winner's circle slepen. Dus ja, voor jong en oud, het is perfect. Wij hebben met onze software voor wetenschappelijke analyse 5 jaar aan spelersdata geanalyseerd van alle spelers die hier spelen op de European Tour. En daarmee hebben we een model gemaakt wat ook probeert te voorspellen in die app welke speler het dichtst bij de vlag slaat. Ook dit jaar volgen we de golfers live in het spel op de baan door middel van de IBM ontwikkelde GPS-trackers. Die iedere 20 seconden de positie doorgeven aan IBM Bloomix, ons cloud-platform. De reden dat wij dit doen voor het KLM Open is omdat we willen laten zien dat onze software gebruikt kan worden om dat soort zaken te doen. Daarom draait die hele app ook op IBM Bloomix, maken wij gebruik van ons API Connect-platform, hebben we weer mobile first om de updates iedere dag te kunnen uitvoeren en bij te houden hoeveel gebruikers er zijn. Aardige statistiek daarbij is dat we op de eerste dag van het evenement ruim 4.500 downloads hadden en alleen vandaag al 1.000 additionele daarbovenop. Nou ja, wat ontzettend leuk is aan de IBM KLM Open app, is dat we eigenlijk niet alleen de mensen die hier op het KLM Open zijn daarmee kunnen bereiken, maar eigenlijk ook mensen wereldwijd. Want een van de functionaliteiten van de app is de KLM Open Radio, waarmee live verslag wordt gedaan vanuit de baan. Dus mensen over de hele wereld kunnen eigenlijk op deze manier het KLM Open volgen. En natuurlijk de bezoekers die hier aankomen, die zo snel mogelijk naar hun favoriete speler willen gaan, kunnen in één oogopslag zien waar die zich bevinden en de route vinden naar die speler toe. En als ze dan daar zijn en ze willen eigenlijk hebben dorst of willen wat eten, kunnen ze ook precies zien waar de dichtstbijzijnde cateringpunt is. Ja. Nou, het is een geweldig evenement natuurlijk. Ik hou van golf, we houden bij TomTom van golf met onze golfwatches. En dit maakt de beleving natuurlijk alleen maar mooier. Sinds vorig jaar is er alweer onwijs veel verbeterd. Ik hou zelf heel erg van het nieuwe filtermechanisme, waardoor ik al mijn favorieten in de baan makkelijk kan vinden en even met ze mee kan lopen. Ja, en het is een prachtig voorbeeld van de Internet of Things, dat we die spelers connected maken. Het hebben van een gebruikerservaring op zo'n KLM Open event is heel erg belangrijk om een goede dag te beleven. Waarom is dat voor ons als IBM zo belangrijk om daar zoveel in te investeren? Omdat eigenlijk al onze klanten heel veel eindgebruikers en klanten hebben.
En al die klanten willen een fantastische gebruikservaring met hun bedrijf. En het is juist dat type denken in combinatie met state-of-the-art technologieën, cloud-technologie, mobiele technologieën, die we hier samenbrengen in deze app. En daarmee ook zichtbaar maken voor onze klanten hoe zij hun klanten zouden kunnen goed kunnen benaderen.